Sydney, afgelopen vrijdag stonden we samen en nu staan we weer. Ik denk een wereld van verschil. Ja, dat kan je wel zeggen. Toen zat ik er heel slecht in en baalde ik ontzettend en had ik een slechte nacht. En nu zal het een heerlijke nacht zijn. Dit is lekker hè, 2 doelpunten maken en hele belangrijke. Ja, ik zei het net ook al. Het voelt eigenlijk nog steeds alsof ik droom en ik kneep net een paar keer ook in mijn been om te kijken of het wel echt was. En ja, het is echt. En ja, prachtige avond. Je valt in, goed in. Ja, de eerste voorzet die je krijgt, die knik je eigenlijk prachtig over de doelman. Had je hem uit je goal zien staan? Ja, ik weet wat ik zei net ook. Ja, ik krijg die bal. En dan moet je zeg maar spits gewoon in een fractie van een moment beslissen wat je gaat doen. En ja, ik kon hem alleen maar zeg maar eroverheen koppen. Want die bal was hem zeg maar met lage snelheid. En ja, dat lukt perfect. En moet je soms een beetje geluk bij hebben. Maar ik wist wel wat ik deed en heel blij mee. Dan ligt hij het netje, dan draai je om. Wat gaat er dan door je heen? Wat is je eerste treffer in het betaalde voetbal? Van alles. Aan de ene kant wat je zegt, de eerste treffer, daar hik je tegenaan. Dat is weg. Dan ga je al een stuk vrije voetballen. Had ik in ieder geval. Ik kikte er heel erg tegenaan. En dan valt er een last van je schouders af. En ja, dan ga je, maar je moet op zich gelijk ook weer door. Het is even leuk, 30 seconden. En dan denk je ook weer, het is nu 1-1. En we hebben afgelopen vrijdag hebben we ook 0-0 gespeeld, dus we moeten 3 punten behalen. En dan ga je gewoon weer vol door en dan krijg je weer een balletje. Ja, dan maak je de tweede ook en dan gaat het denk ik wel, gaat het wel los, of niet? Dan gaat er weer van alles door je heen en dan emotie, blijdschap, vreugde, gekhuis, uit publiek, alles, ja. Niet te beschrijven. En je vader zat op de tribune, zeg ik, heb je even contact met hem gehad? Na contact niet, ik zag hem net heel even toen ik daar was. Ik zag gewoon een duimpje omhoog. Ik zag dat hij trots was, maar ik spreek hem vanavond nog wel eventjes. Dan fluit de scheidsrechter af. Hele belangrijke punten. En dan mag je naar het uitvak wat jouw naam toezingt. Dat is ook wel lekker, denk ik. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk voor mij. Ik weet niet hoe vaak ze vorig jaar mijn naam hebben toegezongen toen ik gewoon nog helemaal niks had gedaan. En dit voelt ook zeg maar een soort van dat ik dit teruggeef aan hun voor wat zij voor mij hebben gedaan. Me altijd goed laten voelen in het stadion en zo. En nu ben ik eindelijk blij van dat ik ook iets voor hun kan doen. Dat is gewoon een ontzettend goed gevoel. Heerlijke maandagavond zo, denk ik. Ja, maandagavond. Een mooie maandagavond. Geniet ervan, jongen. Ja, komt helemaal goed.